Ik heb van de week een fles gekocht. Ja. Het is alleen groen geworden. Yes, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van de Gierige Gasten, je favoriete YouTube kanaal, toch? Dat is, hoe laat is het? 4 uur. 4 uur. Dinsdag. En naast wie staan we? Carlijn. Wat hebben we nodig? Gratis shampoo. Ik heb... Ja. Inderdaad. Ja, inderdaad. Maar je wil gewoon één shampoofles of wil je... Nou, liefst zoveel mogelijk. Gewoon een heel pakket. Voor een heel jaar. Ja, conditioner ook goed. Ja, voor een heel jaar. Zoveel shampoo voor een heel jaar. Gaan we dat proberen te fixen? Nee man, dit was het einde van de video. Yo! Oké, zoveel mogelijk shampoo. Hoe gaan we er dan komen? Nou, ik heb wel eens van die verhalen gehoord dat als je dus niet tevreden bent over een bepaald shampoo product, dat je dan een soort van pretpakketje van het bedrijf krijgt. Ja, of als er iets misgaat. Want soms zit er een fout, een fabrieksfout. Juist. En dan word je gecompenseerd. Stel nou, jij gaat je haar wassen en je haar wordt in één keer oranje of paars of geel. Dan denken ze van, oh mijn god, ga niet naar nieuwsbladen. Hier krijg je een jaar lang gratis shampoo. Dus dat gaan we doen. Er zat alleen wel één foutje in je zin. Je wat zei dan? Expliciet jij. Maar we gaan hier natuurlijk wel even rock, paper, scissors om spelen. Rock, paper, scissors! Rock, paper, scissors! Yeah! Ik deed zo. Oké. Doedel! Tel wat door je heen gaat. Oh ja, pure waanzin. Ik kan dit helemaal niet aan. Ik ben zo ontzettend gesteld op mijn haar. Ik ga huilen. Ik heb deze gekocht. Dit ja. Als je in de zon hiermee gaat zitten en dit erin doet, hoor je blond te worden. Dan hoor je iets blonder tintje te krijgen. Ik heb het zelf bedacht. Vraagde de kassa, dacht er anders over. Die lult gewoon slap uit de nek. Want ik gebruik dit al jaren en kijk mijn blonde haar. Ja. Maar nu is het echt goed fout gegaan. Nu is het opeens echt heftig fout gegaan. Mijn haar is groen. Hoe gaan we je haar groen krijgen? Goed, we zijn nu een dag later. Het is tijd om mijn haar even te gaan wassen. Ja, en ik zie al het eerste probleem. Wat dan? Je kon het weer niet laten om haarproducten in je haar te doen. Daarvoor gaat hij het wassen. Ja, precies. Mag jij mijn haar gaan wassen? Oh, mag ik je haar wassen? Ja. Oh, dat vind ik leuk. Hoe zag je dit voor je, Niels? Nou, zoals in de kapperstoel. Ja? Ga ik. Oh, je komt niet eens bij de kraan. Komt u maar mee. Hij is nog niet warm. Ik moet naar achter. Wat een kutkapper. Wow. Het is gewoon waterboarding eigenlijk. Oké, ik ben klaar. Ik ging bijna dood houden. Ik moet er wel bij zeggen, ik heb het nog nooit eerder gedaan. Nee. Ik heb een YouTube tutorial gekeken. En dat ging een beetje zo. Maar... Snijbeen. Let op, niet op mijn kleding, hè? Nee, ik moet weg. Au! Wat? Het is koud. Niet zo dicht op mijn hoofdhuid. Ja, grap! Hier. Ja, ik zie nu nog steeds niks, Martijn. Hier! Oh! Hier! Staat je best hard, hè? Het is wel dik eigenlijk, man. Ik kan het hebben. Ik hak het. Persoonlijk, als je bij mij zo aan de balie zou verschijnen, zou ik wel eens iets hebben van... Grap. Dit heb je gewoon zelf gespeeld, maar... Nou, dan... Ja, dus? Wat stel je voor? Dat we toch wel gaan proberen. Oh, oké. Okay. Ik heb van de week een fles gekocht. Ja. Het is alleen groen geworden. Dus Ja. Het lijkt me heel stug. Nou, ik heb het vannacht ingedaan. Ja. En toen was het al een beetje groenig. Je hebt het erin laten zitten? Nee, want ik heb het gewoon uitgespoeld. Ja, maar hoe lang heb je het erin laten zitten? Het is gewoon shampoo, hè? Ja, daarom schiet. Niet erin laten zitten? Nee, ik heb het er niet in laten zitten. Ik heb het gewoon eruit gespoeld tijdens het douchen. Ja. Alleen toen op een gegeven moment, toen was ik mijn haar aan het doen, zag ik al iets goed, maar het was donker in mijn kamer. Dus ik ben gaan slapen. Vanochtend ben ik zo wakker. Ja, je krijgt van mij sowieso je geld terug, maar ik... Maar is er iets... Ja... Ja, dat maakt niet zo uit. Okay. Maar ik wil gewoon even precies weten hoe je het hebt gedaan. Oké, ik heb de douche aangezet. Ja. Ik heb gewoon de shampoo op mijn hand gedaan. Ja. Door mijn haar heen. Ik denk dat ik het 2 minuten heb laten intrekken, 3 minuten. Zoals ik altijd doe. Uitgespoeld, haar gedroogd. Voor de rest heb je niks
voor iets ervoor gedaan met je haar? Nee, ja, gewoon... Nee. De wax die ik altijd gebruik. Dat kan natuurlijk. Maar is het geen... is het geen productiefout of iets? Dat moet wezen. Ik ga mijn collega even bellen. Oké. Okay. Hey Nelis, van een schaal van 1 tot 10, hoe goed ging dit? Het ging heel goed. Het begon heel goed. Ja. Ze wilde eigenlijk ook geld teruggeven. Dat hoorde ik ook gelijk. Dacht ik, hey, bingo. Toen kwam er een meisje, ja, die herkende ons. En die ging die wat oudere mevrouw even bijpraten. Dit zijn jongens van de Gierige Gasten. Dus toen ging het hele feest niet door. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik was niet geïnteresseerd in geld terug. Nee, we willen echt gewoon een goed pakket. Van ja. Excuses dat we jouw haar zo verneukt hebben. Hier heb je voor een heel jaar gratis shampoo. Dat is het doel. Ja, en dan moeten we toch echt hoger op gaan zoeken. Bij zelf. Hele goede dag, je spreekt met Niels. Ik heb van de week bij een ethos die van jullie gekocht. En ik heb dat gisteravond gebruikt. En ik weet niet wat er is gebeurd. Maar mijn haar is niet blond geworden, maar groen. Ik zal je heel eerlijk bekennen, ik heb nog nooit mijn haar geverfd. Met chloor? Nee, ik heb openbare zwemvrees, dus ik durf absoluut niet in publieke zwembaden te zwemmen. Oké, maar dat is eigenlijk de enige reden waarom uw haar goed te kunnen worden met een shampoo. Oh, echt? Maar dan is er... maar hoe kan dat dan? Is er dan een chemische reactie die er ontstaat? Ja, chloor, zeg maar. Als het in aanraking komt met chloor en verf, dan gaat het niet. Ik heb wel een keer in een jacuzzi gezeten. Daar zou maar zomaar chloor in hebben kunnen zitten. Dan moet er toch op die fles staan van... ga absoluut dit product niet gebruiken als u in aanraking komt met chloor. Want ik zit naar mijn haar te kijken en het is... het ziet er niet uit. Wat kunnen jullie nu doen? Moet ik een foto doorsturen? Ja, hartelijk dank en een hele fijne dag. Ja, dank u. Gab, je hebt zojuist de jackpot gewonnen. Wat dan? We zijn er nu achter gekomen dat als jij dit product gebruikt met chloor, wat een fucking normale combinatie kan zijn, dan kan dit dus gewoon voorkomen. Ja, dan heb je echt dit kapsel. En dat leggen ze nu gewoon letterlijk in je schoot. Ja. Dus jij hoeft nu alleen nog maar mail te tikken dat jij erachter bent gekomen dat dit kan. Ja. Jouw haar is daardoor verkleurd. Ja. En het staat niet op het fucking pakje. Nee. Dit is toch... Ja, dit ze is... exposen zichzelf gewoon in de eerste minuut. Beter kun je het niet hebben. Ik heb zojuist een e-mail opgesteld. Nou, even uitgelegd wat er allemaal gebeurt. Ik heb gisteren in de jacuzzi gezeten. Ik hoorde van klantenservice dat de combinatie chloor en deze shampoo niet goed kan vallen. Echter, dit staat nergens op de verpakking. Dus... ik ben hier, zoals jullie kunnen begrijpen, zeer ontdaan over. Ik heb dit weekend verschillende afspraken voor werk staan waar ik mezelf op deze manier niet kan vertonen. Ik hoop daarom dat jullie in alle redelijkheid hier een bijpassende oplossing voor kunnen vinden. Met vriendelijke groet Niels Oosthoek. Deze e-mail ligt nu bij klantenservice. Dus het is nu even afwachten op het antwoord. Nou Niels, wat is er allemaal gebeurd? Ik heb e-mails teruggekregen, ik heb belletjes gekregen. Maar ja, die belletjes kreeg ik natuurlijk toen er geen camera draaide. En wat bleek nou? Uiteindelijk kregen we een heel groot pakket thuis gestuurd. Het leek me leuk om een haar te laten oppakken. Oh, oké. Okay. Pak hem maar op. Pak hem maar op. Ah, oh, zo groot en zo'n zwaar pakket met alleen maar mannen shampoo. Ben je hier een beetje blij mee? Ja, heel blij, echt. Ik ja. zie het ook aan jou. Je straalt heel blij. Ja, dankjewel. Fantastisch. Dankjewel. Alsjeblieft. Volgende week weer een video opnemen? Als het kan. Ja? Ja. Oké. Okay. Raad je het aan om te commenten? Ja, sowieso. Want we helpen gewoon. Even liken, abonneren. Sowieso. Ja. Doe jij even de auto.